het is weer als een voicemail. Slagerij is echt een comedy waarin een slager eigenlijk een relatie krijgt met een slagerzangeres. Wil ik even een telefoon afpakken alsjeblieft? Ja, het is meer dan een deurencomedie. Op een bepaald moment, het is eigenlijk iemand anders zijn miserie dat je te zien krijgt. Waar dat ermee kan gelachen worden. Wat dan? Maar het is gewoon fantastisch om het te mogen en te kunnen doen. Dus genieten. Ik ben nog hier gekomen in verband met dat onrustwekkend telefoontje dat van de morgen op onze dispatch is binnengeloopt. Ik vind het vooral ook een verrassende voorstelling. Het is niet enkel een komische voorstelling, het is ook een verrassende voorstelling. Je hebt heel veel comedies waar je het ziet aankomen. Hier gebeurt het vaak dat je dacht, wauw, hoe goed gevonden. Ja, het is inderdaad een personage met meerdere lagen in. Ik ga niet te veel zeggen, want anders komen de mensen niet kijken. Nummer 37. Nummer 1. Ik heb mijn braadworst in een pistolet gestoken. Ik wil gewoon zeggen dat alle mensen moeten komen kijken naar de slagerij. Het is een feestje. Ik vond het een pracht van een voorstelling. Fantastisch. We hebben heel hard gelachen. Ja.